Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Yes. Ja. Ik heb echt vet ruikt. Oh, wat? Je praat om me heen. Hou nou eens even op. Dingen gaan gewoon niet altijd zoals het moet gaan. En het is denk ik een beetje een moeilijke video om te maken zo. Want ja, maar we willen ook echt dat jullie twee kanten van ons zien. Want het is niet altijd dat het gaat maar om Roos en zo. En dan wil je echt even stilzitten nu. Ja, weet je, iedereen wil dat het vet leuk is ons gaat, maar dat is gewoon, ja, dan botst dat soms. Ja, maar ja, natuurlijk zie hou eens op! Natuurlijk zie je dat niet op film, maar ja, we wouden toch even eerlijk zijn tegen jullie, want ja, het gaat soms niet zo heel goed met ons. Nee, want we krijgen op evenementen ook vaak te horen van, ja, waarom zijn we niet samen? Of ook in video's, dat we ook video's dat, alleen jij maken. Jij heel veel lol met Made en ik ben dan meer met Fenna en dan... Ja, is het echt een beetje van, ja, waarom doen jullie dat eigenlijk? En daardoor hebben we dus deze video gemaakt om het uit te leggen. Ja. Waar is nou weer mijn zweep? Ik leg hem altijd hier neer, hij is gewoon alweer weg. En die kast weer, wat joh. Natuurlijk, Nienke. Doe dat maar even, hè. Jezus, wat een zooi ook weer. Ja. Heb je hem wel. Alweer mijn zweep gestolen. Ik word hier toch ook knettergek van. Hey, Muf. Hoi. Nienke? Ja, moment. Heb jij nou alweer mijn zweep gestolen? Ik word echt heel gek. Ik ben nou echt piswoest. Wat is er nou aan de hand dan? Krijgen we dit gezeik nou alweer? Ik heb dat ding niet gepakt. Jouw kast is gewoon open. Dat pakte iedereen. Pakt dat. Even serieus. Die lag in jouw kast. Ben er van wel? Die heb je net uit je kast gehaald. Ik was het niet, want ik rijd niet eens met zweep. Fresnesuur heb ik al heel lang niet gedaan. Ja, met die praatjes van je hebt het wel gedaan, man. Man, krijgen we dit nou alweer? Die kijkers denken altijd, het is vet leuk tussen ons. Maar stiekem, echt, ik ga ze resten alleen oppakken. Je hoeft niet te liegen hoor. Jeez. Nou, laat maar, doei. Weet je, doe het wat maar alleen. Oké, doei. Nou, in ieder geval, Nienke heeft dus mijn zweep gestolen. Voor de zoveelste keer. Nienke steelt altijd mijn zweep, hè? Nou, weet je, het is dat die kast daar vooraan staat, maar je kan niet altijd iemand anders spullen pakken. Ik word daar zo knettergek van. En telkens is die zweep weg. Als ik hem nodig heb, dan is hij er gewoon niet. Dus ik heb een heel goed plan bedacht waardoor ik wraak op haar kan nemen. Maartje blijft maar denken dat ik lieg. Ik lieg niet, want ik kan niet eens liegen. Maar ze blijft maar denken dat ik lieg. En dan loopt ze daar in de stal zo boos te doen op mij. En dan schaam ik me kapot voor eigenlijk voor alle andere stalgenoten. Want zij loopt zichzelf zo voor gek te zetten. Want dan zit ze ook mij voor gek, want dan noemt ze continu mijn naam. Mm-hmm.
heeft ze dus gewoon echt, echt zonnebloemolie in mijn flesje gedaan. Ik had dorst, ik dacht ik ga mijn paard pakken, even snel wat water drinken. Heeft ze er gewoon zonnebloemolie in gedaan? Jullie denken maar, het is vet leuk, grappig, het ziet er altijd maar zo uit. Maar jongens, echt, behind the scenes, behind the scenes. Ik ga gewoon helemaal vastknopen. Kom eens hier, niemand mag het doorhebben. Nou, Max, ouwe. Max. Max. Ja, hé, niet te mooi. Max. Max, wat ben je aan het doen? Wat doe je? Wie heeft dat nou weer zo strak gedaan? Oh nee! Arm beest! Zij ga je dood. Max, even los, want dan kan ik hem loslaten. Max, laat nou even dat... Goed zo. Ga even aan die kant! Ze geloven me gewoon niet. Ik ga het wachten veranderen. Ik ga ze echt alleen doen nu. Niet, want nou, Nienke heeft dus gezegd dat ze Seressa alleen gaat doen, maar echt, laat me niet lachen. Dat lukt haar nooit zonder mij. En sowieso, wat een onzin, dat durft ze toch niet. Dat doet ze ook gewoon niet. Dus. Nienke, hoort je kan niet meer op het kanaal. Ben je aan het huilen? Nee. Nee, geloof mij nee, gewoon nee, niet. Klaar, je gaat jij spatjes weer van mijn kast. Vorige keer heb je ook mijn zweep gestolen. En wanneer was het dan? 3 maanden geleden zeker? Ja, maar ja, ik heb inderdaad wel eens een nieuwe zweep gekocht. Ja, maar dat was wel jij. Maatje, ik vind het niet meer leuk. Nou en? Zie je nou dat ik het niet was? Helaas blijkt het te zijn dat ze iemand anders zweep hebben gepakt. Ik schaam me wel een beetje. Maar ja, eigenlijk is het best wel raar, want ik had de vorige keer ook mijn zweep gepakt. Dus dat, is het toch logisch dat ik dat denk? Of ligt het nou aan mij? Maar ja, weet je. Ja, ik dacht omdat jij de vorige keer mijn zweep had gepakt dat je het nu ook had gedaan. Maar ja. Wat zeg je dan? Het spijt me. Zijn we nou weer vriendinnen? Ja, vriendinnen. Oh my god. Wat is het, jongens? Ga ik hiermee om? Wat is het voor haar, mensen? Is het? Oh my god, Jezus. Ja, single lady ben je wel. Ja, je hebt inderdaad geen vriend. Ja. Nee, ja, je bent single lady. Yeah. Single lady. Auw, je giet hem al. Het was all prank. We zijn nog steeds samen, jongen. Het is niet uit. Nee, jongens, weet je wat het is? Soms is er wel eens een discussie. En dat is soms, heel normaal. Soms word ik knettergek van Nienke. Maar ik ook van mezelf.
Goed zo. Stemmen in ieder geval Kiet. Yes. Ja, helaas horen ruzies er zo bij. Ik wou niet zeggen, maar wat wel heel belangrijk is om te doen tijdens een ruzie is openstaan voor elkaar, luisteren naar elkaar. Dat voorbeeld hebben wij niet gegeven in deze video, maar kunnen wij wel meegeven. Wat ook belangrijk is praten. Praten. Als je ruzie hebt. Doen wij dat? Nee. Vaak negeer ik niet, omdat ik daar hoor zin op. Oké, to the point. Oké. Mensen! Nee. Nou mensen. Ik weet niet hoe het moet. Wij zeggen altijd nou mensen. Nou mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als jij ook dit soort sketches echt leuk vindt om te zien. Laat een reactie achter wat jullie nog meer willen zien. Bijvoorbeeld als je de enigste meid bent op stal zonder eigen paard. Noem allemaal van die dingen. En vergeet niet te abonneren voor elke zaterdag een nieuwe sketch. Doei! Doei! Ongemakkelijk. Pap! Nee. Ik ben een wensput omgegaan. Gooi een muisje in mee, je mag een wens doen. Ja. Ik kom zie iemand kijken of het oké is. Ja. Max, ga weg. Ik ga echt kotsen. Echt, ik ga ze resten alleen oppakken. Lukt je niet. Grapje. De intro nog samen doen. Hoi en leuk dat je kijkt. Hey, dit is echt een lange tijd geleden dat het zo mis ging. Ik lieg niet, want ik kan niet eens liegen. Wat zo. Wacht, ik doe hier even een beetje water in, want dat is misschien mooi.